En ik zie dat je boos bent. Kun je me vertellen wat er gebeurd is? Ja, meneer Van Hoofd heeft me er alweer uitgezet en ik heb niks gedaan. Echt waar? Ja. Vervelend. Wat is er gebeurd? Ja, allemaal mensen zaten tegen mij te praten en dan krijg ik de schuld. En dan zegt hij, ja, ga er maar uit. En heb jij ook gekletst? Nee. Je hebt niet gekletst? Nee. Jij hield je mond dicht terwijl anderen tegen jou aan het praten waren? Ja. Ik ga eens met meneer Van Hoofd praten. Ja, en dan? Gaat hij mij de volgende keer straf geven? Nee. Als ik met hem ga praten, dan kunnen dokters misschien. Ja, nou, ik weet zeker dat hij zegt, ja, kun je niks zelf oplossen, moet je altijd weer naar... Ja, maar als jij niks wil... Ik wil wel dat hij het oplost, maar dat gaat toch niet zo makkelijk? Die man is echt een vet stugge man, hoor. Ja, als je niks wil, kan ik ook niks voor je doen. Ja, nou, ik weet het gewoon niet. Ja. Ik vind het wel heel vervelend. Je wil eigenlijk helemaal niks. Ik wil voor jou dingen op gaan lossen en je wordt alleen maar boos om. Ja, ik wil dat wel, maar... Hallo, dadelijk heb ik ruzie met de man. Die man mag mij al niet en dan de volgende keer hebben we dikke vette ruzie met hem. Ik probeer van alles voor jou en jij zit alleen maar te zeggen dat het niet kan of dat je het niet wil. Ja, ik heb er zo veel zin in, hoor. Meneer Van Hoofd, hij stuurt me er altijd uit. Mm-hmm. Ja, en die leerlingen zitten elke keer tegen mij te praten en dan word ik eruit gezet. Vertel me eens precies wat er gebeurd is. Ja, ik zat huiswerk te maken en die andere meiden zaten tegen mij te kletsen en toen zei ze tegen mij, ja, Evie, ga er maar uit. Mm-hmm. Ja. Wat wil je dat ik ermee doe? Ja, neem mijn helpen, sorry, tikken. Ik veel, ja. Gewoon niet reageren of zo op die mensen die tegen mij zitten kletsen. Ja, goed. Verder weet ik het toch niet. Ik vind dat we gewoon een mond moeten houden. Ik heb een T3 klas, T3A, en ik weet gewoon niet meer wat ik daarmee aan moet. Ze luisteren niet en de concentratieproblemen en ik heb voor mijn gevoel alles al geprobeerd. Ja, een lastige groep zo, ja. Ja, een hele lastige. Ja, die heb ik ook wel gehad hoor. En kijk, gewoon heel duidelijk afspraken maken en ik bedoel regels stellen, strak in de hand houden en als er dan nog mensen zijn die niet luisteren, gelijk eruit, verwijderen. Ja, maar dat doe ik ook al en dan stuur ik ze naar de conciërge, maar ik heb het gevoel dat daar niks concreets gedaan wordt en dat ze daar ook maar zitten. Dus, dan kun je toch naar de conciërge stappen en afspraken maken met hem ook over de sancties die je moet nemen. Ja, ook dat heb ik al gedaan, maar er komt gewoon niks uit. Ja, je kunt ook naar de afdelingsdirecteur stappen natuurlijk en daar het probleem voorleggen. Ja, maar dan zou hij denken dat ik niet voor de klas hoor of dat ik onbekwaam ben en dat ik een ordeproblemen heb. Ja, goed. En heb je allemaal geprobeerd? Dat heb ik al. Ik heb alles al geprobeerd, naar mijn idee. Maar echt? Heb je echt gedaan? Heb ik echt gedaan. Maar heb jij geen concrete voorbeelden dan? Ja, goed. Ik noem een aantal dingen net en dan denk ik, ja goed, ga dat uitproberen en doe dat strikt, weet je wel. Hè? Duidelijk zijn en ja, bij mij werkt dat gewoon. Ik bedoel, ja, ik zou niet weten wat ik meer moet bedenken hoor. Ik heb een T3A, ik weet niet of dat je ze kent, maar het is een ontzettend lastige klas en ik weet gewoon niet meer wat ik ermee moet. Ze luisteren niet, concentratieproblemen en ik weet het gewoon niet meer. Ja, dat is lastig. Ja, dat is echt heel lastig en ik heb al... Goed, natuurlijk stuur ik er een aantal uit en daar komen ze bij de conciërge terecht en
En uiteindelijk heb ik dan ook een gesprek met hem, maar ik heb niet het gevoel dat dat iets uithaalt. En ik heb hem ook al om steun gevraagd daarin, maar ik heb het gevoel dat hij helemaal niet mijn standpunt ziet en hier daar niks mee doet. En ik heb collega's ook gevraagd om te kijken van wat zij eventueel voor tips hebben. Ja. Maar daar word ik ook niet veel wijzer van. Ja, nou ja, je hebt nou al een aantal oplossingen genoemd hè, die je geprobeerd hebt. Kunnen we eens op een andere manier naar kijken? Misschien is het wel een idee om mijn laatste les te bespreken, om te kijken van wat het dan, waar het dan vastloopt of zo. Misschien is dat een idee. Ja, gewoon heel concreet naar die les gaan kijken, wat is daar gebeurd en hoe heb je daarop gereageerd. Ja. Lijkt me goed. Even kijken wat we in het verleden hebben afgesproken. Je zou je lessen beter voorbereiden, hè, want daar had je in het begin heel veel moeite mee. Heb ik een les van jou gezien en ik vond gewoon dat je die les niet goed had voorbereid. Dat kon ik gewoon zien aan wat je daar deed en hoe je daar voor de klas stond. Dus ik wil graag van jou weten, hoe ga je de komende tijd dat verbeteren? Ja, ik ben er wel mee bezig, want ik probeer ook wel gewoon die leerlingen op te vangen en ze gerust te stellen ook. Dus ja, daar ben ik wel mee bezig. Ja, nou, ik vind het ook wel heel moeilijk om voor te bereiden, want dan sta je dan en er gebeurt toch altijd weer iets anders. Maar is dat een reden om niet voor te bereiden dan? Ja, want dan zit ik ook wel voor niks te doen. Maar jij bent toch een docent? Jij staat daar toch voor de klas en jij moet zorgen dat jij die les ook al gebeurt er van alles, want in elke les gebeurt inderdaad onvoorziene dingen. Jij moet zorgen dat je de dingen doet die je voorgenomen hebt. Dat is wat een docent is. Ja, dat klopt, maar die les daarvoor die ging eigenlijk zo goed dat ik dacht van ja, die voorbereiding die had ik toen ook bijna niet nodig gehad. Dus ik dacht, ja, ik had het ook heel druk gehad die avond ervoor. Dus ik dacht, nou ja, dan kan ik het ook gewoon wel zo. Maar dat snap ik dus niet. We praten een half jaar, we concluderen dat je de les niet voldoende voorbereidt. En dan spreken we af dat je dat wel zal doen in het vervolg. En de eerste beste keer denk je van, oh, dat is niet meer nodig, want de vorige les ging het ook. Hoe zit dat dan? Dat snap ik niet. Ik weet wel dat je het gevraagd hebt, maar ja, ik vind het ook gewoon een beetje onzin om te doen als het toch niet nodig is. Dan denk ik, ja, ik heb het ook hartstikke druk, ik loop heel veel uren op school rond. En voor mijn gevoel ging het gewoon wel goed. Maar heb ik dan voor niks met jou zitten praten? We hadden toch afgesproken dat het daaraan lag en dat jij de lessen zou voorbereiden? Ja, dat klopt. En nou kom je erop terug. Nou zeg je, ik vind het eigenlijk niet nodig. Nee, bij die klas op dat moment. Maar bij anderen kan het wel. Nee, we hebben het nou over de grote lijn. We hebben het niet over één klas, we hebben het over alle klassen. Ja. Ja, ik vind het ook gewoon eigenlijk nog best wel moeilijk. Want nou gebeurt het dus weer, want nou probeer je weer onder een afspraak uit te komen die wij in het verleden gemaakt hebben. En als het zo doorgaat, denk ik niet dat jij voor je stage kunt slagen. Oké, Linda. We zitten hier omdat het niet goed gaat met je stage. Als het zo doorgaat, dan krijg je een onvoldoende. Dus ik wil graag weten van je wat je eraan gaat doen. Ik zou mijn lessen beter kunnen gaan voorbereiden. En misschien nog wat in de theorie opzoeken over klassenmanagement. Zou ik naar kunnen kijken.
Ja, eigenlijk gewoon ook sterker de voorbereiding. Dat is het eigenlijk. Nou is dat niet nieuw, hè? Wat je nou zegt. Dat heb je al eerder gezegd. Dat heb ik al eerder afgesproken. Mm-hmm. Oké, okay, je zegt ik zou, maar ik wil gewoon 3 dingen van jou die je vanaf nu gaat doen, van je horen. Oké, okay, ik ga de lesvoorbereiding uitschrijven. Die lever ik op tijd bij je in, zodat je die kan controleren. En het is fijn. Wat is op tijd? 2 dagen van tevoren. Oké. Okay. Ja. En dan krijg ik het dan op tijd weer terug. Ja. Oké. Okay. En ik ga een theorie ook nog bekijken voor het klassenmanagement. Daar schrijf ik een verslag van, lever ik bij je in. En ik ga een videoopname laten maken, zodat ik mezelf kan evalueren. Kees, we hebben toch weer genoten van een stukje in de schoolkrant van de week. Wat doe jij daar toch elke keer weer leuk? Wil jij voor mij dat proefwerk maken voor VWO? Ik zou het eigenlijk doen, maar ik heb het zo ontzettend druk en ik moet nog eindexamenwerk nakijken en zo. Ik heb me echt heel erg gehaald, want moest niet iemand anders doen? Ja, ik moest het doen, dat weet ik, maar ik heb het echt razend druk. En ik vind dat kei bedankt, echt fijn, dank je. God, moet ik ook nog een extra proefwerk maken? Want mijn collega die heeft er geen tijd voor. En ik ga dat dan maar doen, want anders doet niemand het, hè. Dat we weten hoe dit is. En dan zouden we vanavond naar het theater gaan. Dat had je beloofd. Ja, maar ik heb ook beloofd dat ik dat werk zou maken. Ja. Je weet hoe ik ben. Nou, als ik iets beloof, dan doe ik dat. Het spijt me erg, hoor. Ik heb gezegd dat ik zou doen, dan doe ik het ook. Je weet hoe ik ben. Ja, leuk. Je weet hoe ik ben. Het is altijd vol. Het is altijd iets anders. Volgens mij. Kees, ik heb toch weer zo genoten van een stukje in de schoolkrant van de week. Is dat ook leuk? Wat kun jij daar goed? Zou jij voor mij dat proefwerk op willen maken van VWO3? Dat zou ik eigenlijk doen, maar... Ja, maar als jij het zou doen, waarom moet ik het ook? Ik heb het heel erg druk. Echt, ik moet nog eindexamenwerk nakijken en ik moet echt deze week gedaan. Ja, maar dat geldt voor mij ook, dat ik het eindexamenwerk moet doen. Sorry, ik kan het niet doen. Okay. Jammer dan. Dag. Waar ligt het? Onderin. Mam, je weet toch dat ik helemaal geen roze draag? Wat is dit nou? Ja, maar het is wel een veehals en je houdt toch van lamswol? Ik kan toch niet meer roze over straat? Waarom niet? Het is toch nog zo'n lelijk wollen ding? Nou, dacht ik, we nemen leuk een keer cadeautje mee voor je en dan... Het is een beetje aardig tegen je moeder. Ze probeert iets aardigs voor jou te doen. Schiet op, naar je kamer. Dat is ook altijd hetzelfde gezeik hier.
Wat? Hoi. Ben je nog steeds boos op me? Ja, ik snap het wel, oma. Ja. Nou, hè? Komt toch goed. Je reageert ook altijd zo streng naar de jongen. Je moet hem snappen, dat is een tiener. Ik probeer alleen te helpen. Ja. Mam, laat het pap nou eens met rust. Hey, mam. Hoi. Hey, kijk eens in je kast. Oké. Waar ligt het? Onderin. Mam! Je weet toch dat ik helemaal geen roze draag? Ja, maar het is wel een veehalsmodel. Ik dacht, dat vind je wel leuk een keer. Het is ook nog zo'n lelijk wollen ding. Ik kan het toch niet dragen in het roze? Kijk eens hoe nou blauw was. Je hebt gelijk, dan rijden we hem om.